Suriname en Cuba zullen de komende tijd de bilaterale samenwerking intensiveren. Dit kwam onder andere naar voren tijdens een persconferentie, belegd door onder meer de minister van Buitenlandse Zaken, Ildis Polak-Biele. Samen met haar collega-ministers Gilmore Hoefdraad, Robert Peneu en John de Goyo heeft zij een werkbezoek gebracht aan Cuba. Dit gebeurde in het kader van de inaugurele vlucht van de vliegmaatschappij Fly Always. Tijdens dit bezoek is er overleg geweest met de Cubaanse ambtgenoten. Onder andere zal er gewerkt worden aan het directe personenverkeer tussen beide landen en de versterking van cultuurintegratie. Ook zullen beide landen werken aan een gezamenlijk beleid op het gebied van sport. Voort zijn er ook gesprekken geweest op het gebied van onderwijs, waarbij minister Peneu vooral de Cubaanse studiebeurzen aan de orde bracht. Onze nieuwsdienst brengt u morgen een uitgebreid verslag van de persconferentie die vandaag gehouden is op het ministerie van Buitenlandse Zaken.